Deze elektrische racewagen is als beste geëindigd bij een racecompetitie in Barcelona. Het is de racewagen van de University Racing Eindhoven. De wagen rijdt volledig autonoom. Dat betekent dat er niemand in zit, maar dat hij ook niet op afstand bestuurd wordt. De Eindhovense wagen versloeg 6 andere studententeams uit onder meer de Verenigde Staten, Portugal en Tsjechië. In Barcelona moesten de wagens diverse races rijden en ze werden ook beoordeeld op andere criteria, zoals het ontwerpproces en het businessplan van de studenten. De racewagen eindigde bij 6 van de 7 criteria in de top 3. Alleen de test om zo lang mogelijk rondjes te rijden pakte slechter uit. In het eindklassement kwamen ze dus als beste naar voren.